Zo, we zijn vertrokken voor een derde en voorlopig laatste deel over Lightroom. Over hoe te werken met Lightroom. We hebben in de eerdere delen, we hebben een eerste deel online geplaatst waarin dat we tonen hoe je in Lightroom je foto's kunt importeren en je catalogus van foto's kunt gaan beheren, dat je foto's kunt gaan organiseren en dergelijke meer. Het tweede deel ging over de Develop tab hier. En daar ga je individuele foto's gaan ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld, je maakt een selectie van één foto die je dan gaat bewerken in de zin dat je de belichting goed zet. Eventueel wat bijsnijdt en dergelijke meer. Om een foto volledig af te werken. Dan zijn er vier tabs hier bovenaan die ik oversla. Map is voor het plaatsen van foto's op een kaart met de geolocatie, GPS-informatie. Het boek gaat over het voorbereiden van foto's voor het drukken in een boekvorm. Dus waarbij dat je een album gaat maken eigenlijk. Slideshow is dan voor het voorbereiden van foto's naar een slideshow op de computer. Of om op televisie te gaan tonen. Print is ook wel een belangrijke, maar daar heb ik zelf niet zoveel ervaring mee. Dat is in feite om een foto te gaan voorbereiden voor het versturen van naar uw printer. Maar dan web is hetgeen, de laatste tab in Lightroom hier, is hetgeen we vandaag gaan bespreken. Dat gaat over het delen van foto's via het World Wide Web. Nu, er zijn, als je een aantal foto's hebt in Lightroom die je graag wilt delen, zijn er in principe twee opties. Je kan via de webtab hier gaan delen, of je kan, dat is in principe de iets geavanceerdere optie, ik zal het zo noemen. Het is nog niet super moeilijk, maar het is wel al iets complexer in die zin dat je in de webtab eigenlijk HTML content gaat genereren die je dan zelf nog op je server moet gaan plaatsen via FTP protocol. Nu, Lightroom voorziet daar wel een FTP client. Je kan gewoon de login van je server gaan definiëren in Lightroom, waardoor dat die upload van die HTML in principe zo goed als automatisch kan gebeuren. Maar toch, het is iets meer werk dan de gemakkelijke optie. En de gemakkelijke optie gaan we eerst bespreken. Bij de gemakkelijke optie ga je foto's gaan delen via sociale media zoals Facebook, Flickr. En dan hebben we in Lightroom hebben we hier dan, als we kijken naar, dus we hebben hier, we zitten in onze library tab om te beginnen. En dan heb je dus je catalogus van afbeeldingen. Je hebt hier een bepaalde datum of een map geselecteerd waaruit je een aantal foto's wilt gaan online plaatsen. Naast die folders, die we in onze, waarbij dat we onze catalogus kunnen bekijken, naast die folders heb je ook hier collecties. En collecties zijn eigenlijk verzamelingen van foto's die je maakt. Dus dan kan je kan daar een collectie maken met bijvoorbeeld alle foto's van mijn dochter, alle foto's van landschappen en dergelijke meer, of alle foto's die ik die dag gemaakt heb. Dan kan je een bepaalde collectie gaan plaatsen. Ik bespreek nu die collectie omdat dat idee van die collecties ook terugkomt bij het online plaatsen, het publishen van foto's. Daar ga je ook een collectie maken waarbij die collectie eigenlijk gelinkt is aan uw Facebook of uw Flickr account, om twee voorbeelden te geven. Naast de gewone collectie heb je ook slimme collecties waarbij dat je bijvoorbeeld alle foto's met een bepaalde rating of alle foto's die gevlagd zijn of alle foto's die een bepaalde tag bevatten en die automatisch in die collectie zult plaatsen. Maar nu gaat het vooral over het publishen van foto's. Dus dan hebben we hier de Publish Services tab. En daar kun je dan collecties gaan toevoegen die gelinkt zijn aan een publish methode. Bijvoorbeeld, ik heb hier nu de eerste twee zijn hard drive publish methodes. Dat betekent dat je gewoon elke foto die je in die folder plaatst, in die collectie plaatst, die zal op een bepaalde manier naar je hard drive geëxporteerd worden. Ik doe dat in mijn geval vooral voor een export naar Google Photos bijvoorbeeld, want ik weet dat de gratis versie van Google Photos beperkt je foto's tot, ik dacht, 16 megapixels. Dus dan ga ik zelf mijn foto's wel gaan verkleinen naar 16 megapixels. En dan staan die klaar om en gaan comprimeren naar JPEG. En dan kan ik die online plaatsen zonder al te veel data te gaan verspillen. Een andere harddrive optie die ik heb is de HiRes export. Dat is voor het exporteren van negatieve, dus raw images naar een JPEG variant, maar in de originele kwaliteit. Dus dat is typisch als ik een foto maak voor iemand en die
En ik wil die foto aanleveren, zodat die persoon die foto kan gaan afdrukken online en dergelijke meer. Dan doe ik dat typisch via deze. En dat is dan wel een JPEG, waardoor dat de gebruiker de foto krijgt in een correct belichte situatie. Maar toch een kleiner bestand door middel van een JPEG-compressie en de juiste resolutie. Maar dat is belangrijk. In deze tab heb je ook twee andere opties, namelijk Facebook en Flickr. Je kan, als je hier op het plusje klikt, dan kan je daar voor al die opties die je hebt, kan je naar de Edit Settings gaan. Als we nu bijvoorbeeld voor de Facebook optie, het eerste wat je zal doen als je hier, ja, je kan sowieso, als je hier een Facebook optie bijvoorbeeld hebt. Ik heb hier nu deze foto's zijn gepublished naar mijn Facebook. Ik heb hier de collectie openstaan. Als ik nu de Edit Settings oproep, dan zie je hier mijn opties weer verschijnen. Als ik Facebook selecteer, een van de eerste dingen die je zult moeten doen, is eigenlijk hieronder je Facebook account, uw eigen Facebook account plaatsen en Lightroom toegang geven tot uw Facebook account. Dus Authorized as Hans Capelle, dat wil zeggen dat mijn account hier toegang gekregen heeft tot Facebook. Dat betekent dat Lightroom via mijn account foto's kan uploaden naar Facebook. Hetzelfde voor Flickr. Hier, als die nog niet geautoriseerd is, dan zal deze knop hier beschikbaar zijn. Laat ons bijvoorbeeld, als ik hier nu van onder bij de opties 1 toevoeg, laat ons Facebook nemen. De meeste mensen zullen, wat eigenlijk fotografie is, Flickr wel geschikter dan Facebook. Ik noem die even test. En dan zie je dat deze Authorize tab, of button beter, geactiveerd is. Als je daarop klikt, dan ga je automatisch naar de Flickr pagina. Ik kan het denk ik zelf ook een keer toevoegen. Dus dan krijg je wat info rond het feit dat Lightroom toegang nodig heeft tot je Flickr account om bepaalde acties uit te voeren. En dan zie je dat wordt er automatisch naar een OAuth pagina gaan, waarbij dat je Flickr toegang kunt geven tot Adobe Photoshop Lightroom. Nee, beter Adobe Photoshop Lightroom kunt geven tot je Flickr account. Als je hier dan gewoon OK, I'll authorize it klikt, dan kom je terecht in Lightroom. En dan zie je dat na verloop van een paar seconden hier zal komen te staan dat je account toegang heeft gekregen. Er zit een pop-up in de weg. Oké, okay. Gewoon info dat ik terug moest gaan naar hier. En dan zie je dat deze nieuwe Flickr groep toegang heeft gekregen tot mijn Flickr account. En dan kun je nog gaan kiezen, wil je de namen van je bestand. Dus laat ik deze nu eventjes wegklikken. Je kan de titel van je Flickr account. Nee, beter de titel van je bestanden en dergelijke meer. De naam van je bestanden, ik laat die standaard staan, maar je kan die hernoemen als je wil. Er zijn ook video opties, er zijn opties rond JPEG compressie die gebruikt moet worden. Het formaat van uw afbeelding, nu voor Flickr kun je typisch de originele grootte gebruiken. Dat is een groot voordeel van Flickr dat hij de foto's niet comprimeert. En bovendien, of niet verder verkleint en comprimeert. En bovendien kun je dan ook nog, als je Flickr zelf bekijkt, kun je elke foto en een aantal resoluties gaan ophalen. Dus dat is een groot voordeel van Flickr. Metadata, een stempel eigenlijk op je foto's plaatst en dergelijke meer. En de default privacy settings. Nu, als we dit opslaan, ik ga die nu niet opslaan omdat ik eigenlijk al een Flickr account had. Dat is deze. Als ik dan in de fotostream ga kijken, je kan hier ook nog collecties gaan toevoegen trouwens. Hè. Maar fotostream is dus de standaard Flickr stream, waarbij dat gewoon in uw standaard groep geen catalogus of geen album. En welke foto die je hier nu bijplaatst, dus laat ons nu bijvoorbeeld, ja, als ik hier nu gewoon deze foto op die groep drop, dan zie je dat hier in een nieuwe sectie komt te staan, foto's die nog gepubliceerd moeten worden. Het volstaat van hier publish te klikken en dan krijg je een progress bar hier, waarbij je te zien krijgt hoe lang het nog duurt om die foto online te plaatsen op je Flickr account. Ik ga dat nu toch sowieso afbreken.
Van zodra dat die foto gepublished is, komt die dan hier te staan. Het leuke is, als je die foto nu gaat gaan bewerken in Lightroom, dan zal die automatisch ook in een nieuwe groep komen te staan van foto's die opnieuw gepublished zouden moeten worden. En dan kan jij kiezen of je die bewerkte foto, die updates ook online zet of niet. Dus op zich werkt dat echt heel vlot. Nu, je kan, als je hier een foto verwijdert, dus ik wil deze nu niet online plaatsen, ik heb mij bedacht, dan gaat die foto gewoon uit die groep verwijderd worden. Die foto bestaat nog wel in je catalogus uiteraard, hè. Dus dit was een gemakkelijke optie, zo kan je in Lightroom en in Flickr gemakkelijk foto's gaan delen. Nu verder qua opties, als je met de rechtermuisknop hierop klikt, heb je ook die opties die bij dit plusje hier per publish methode te zien waren. Dus die instellingen bewerken, je kunt die hernoemen, je kunt die verwijderen. Je kan ook een collectie maken, dus bij een collectie maak je eigenlijk nog een aparte groep. En je kan opnieuw terug die Create Smart Collection, waarbij dat automatisch alle foto's met een aantal eigenschappen in die groep terechtkomen. Dus zo kun je heel gemakkelijk automatisch foto's naar de sociale media gaan publishen. Dus dat is allemaal binnen de Library tab.